We zagen het al van kilometers ver aankomen. Hans is bij. Ja, hij kwam erbij na opdracht 1, waar er trouwens geen geld verdiend werd. Geen enkele kandidaat kon de opdracht tot een goed einde brengen. Nee, Sam en Booba konden de vissen niet tellen. Are there 63 fish? Fuck. Eline, Davy en Marzena konden het juiste antwoord wel vinden, maar geraakten niet op tijd in de bus. Ja, en Eline, die raakte zo even de weg kwijt. Ja! Ja! Kom! Lopen! Nee, naar rechts, naar rechts, naar rechts. Annelies en Bertrand luidden de verkeerde klok. That's the wrong one. En Robin en Jolien legden de diamanten niet in de juiste volgorde. Thank you for coming, guys. Maar laten we eerlijk zijn, het was ook geen gemakkelijke opdracht. Bovendien kozen Annelies en Bertrand en Sam en Booba voor de pasvragen als inzet bij de opdracht. Maar door het mislukken van een opdracht gingen die pasvragen naar Hans. En hij mocht die gebruiken bij het maken van zijn test. Hij had dus 4 pasvragen. Dat is, heel en dat is veel, echt ja. wel een voorrecht, hoor. Hij bleef ook in het spel. Jessica die had een slechtere test gemaakt dan Hans, dus hij kreeg een groen schijn. Proficiat, Hans. De tweede en een derde opdracht die liepen tegelijkertijd. Sam, Eline en Annelies die deden de opdracht met het gospelkoor en de overige 7 kandidaten die deden de opdracht in het dierenverblijf. En daar viel me toch iets op. Je ziet Booba in een kooi met een muis, Bertrand en Marzena zitten in een kooi met geiten en Robin zit in een lege kooi. Maar hij zit zelf ook wel opgesloten. Is hij misschien zelf het beest? Is hij misschien de mol, opgesloten in een kooi? Hallo, ik zit hier, hè. Ja. Denk aan mij, hè. Tijdens de beestproef viel Mastervies op het wiesemol.be forum iets op. Er zit in dit schema een duidelijke D verscholen. De D van Davy misschien? Ja, en Saartje mailde ons ook even een stil door uit het woordenraster dat we even te zien kregen. In de eerste lijnen kan je met de letters Eline is de mol maken. Zou kunnen natuurlijk, maar ja, dat woordenraster is heel erg groot. En ja, de kans dat daar een kandidaat in verscholen zit, is natuurlijk heel erg groot ook. Want alleen, ik bedoel, ja. Je kan daar heel veel zo dingen veel mee maken. Je kan bijvoorbeeld ook maken Sam, Mol. Met de M van Sam kan je dat ook weer Mol maken. Dat hangt aan elkaar vast. Ik bedoel, je kan er heel veel mee volgens mij. Dus, goh ja, verdacht. Ja, misschien wel. Misschien is het inderdaad wel een hint. Ja, de beestopdracht die lukt het trouwens goed en er kwam 3000 euro in de pot. 3000 galetten! Evenveel galetten waren er te verdienen bij de gospelopdracht, alleen werd dat niet gedaan. Annelies en Eline die werden eruit gepikt, waardoor dus 1500 euro niet werd gehaald. Sam daarentegen die zong als een nachtegaal en die werd er dus niet uitgekozen. 1500 euro voor de pot, alle opdrachten samen, brengt dat samen op een eindresultaat van 4500 euro voor aflevering 2. Dat is wel heel veel, ja, amai. Ja. Ik denk dat de mol vrij weinig aan het mollen geweest is, dat kan bijna niet anders. Trouwens, na de Afrikaanse barbecue was het tijd voor de test. Ja. Hierbij kregen ze ook nog eens door dat er 2 mensen naar huis moesten. En Jolien en Booba die kregen een rood scherm en voor hun was het game over. Inderdaad. En daarmee is eigenlijk de vloek verder gezet. Ja. He, ja. Want meestal als ik iemand verdacht vind, en als ik dat ook nog vertel in de podcast, dan ligt die persoon in de aflevering daarna eruit. En dat is nu weer gebeurd met Jolien. Ja, en heb je nu ook al iemand anders als nieuwe verdachte? Misschien is het gevaarlijk om te zeggen. Ik ga het toch maar niet doen. Ik kan echt door de bomen het bos niet meer zien. Maar ik heb mijn punten ingezet op de mol-app op Bertrand. Ja. Ja, ik heb ook een verdachte. Ik ga nog altijd... Nee, ik ga het nog altijd maar wanneer niet ga je het wel vertellen? Ik ga nog heel eventjes wachten. Ik heb nog zo'n paar verdachte feiten die ik nog heel eventjes wil eigenlijk bekijken. Wil verder onderzoeken. Onder andere zo is er eentje van. Dat is iets wat ik... Dat is een super, super... misschien klopt het helemaal niet, maar ik denk bijvoorbeeld in de eerste opdracht dat de mol zou gegaan zijn voor de pasvragen in plaats van voor het geld. Ja, sowieso wil de mol zo min mogelijk geld in de pot brengen, maar de pasvragen zorgen dus ook voor dat Hans een betere test zou doen en dus ook nog 1 extra persoon erbij zou zijn die eventueel mogelijk verdacht zou kunnen zijn als ja, maar, een mol. Maar stel dat Hans bij zijn test een rood scherm had gekregen, dan had er misschien bij de volgende test maar 1 iemand naar huis moeten gaan. Dus dan waren er ook weer... sowieso gingen er 2 ja, mensen naar huis. Ja, dat is waar. Maar toch nu is toch natuurlijk okay. Hans weer terug in het spel. En is het toch weer terug een nieuwe verdachte. Het is alleen maar uitkijken naar weer een derde aflevering van De Mol. Met daarin kruipende kandidaten. We zien wijngaarden. En zijn verstoppertje aan het spelen in een museum. Als je tijdens of na die aflevering iets verdacht zou zien, dan mag je dat ons mailen. En vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal om zo iedere podcast vanzelf in je mailbox te krijgen. Tot volgende week! Ciao!